En zo gaan ze op weg naar de laatste bocht. Leider nog altijd dezelfde, dat is Floris Boltin. Zou Floris Boltin hier voor een stunt gaan zorgen? Het heeft er alle schijn van, want hij pakt het bit even lekker op. En zo zijn ze halverwege de Tjarda-bocht. En Floris Boltin begint weg te lopen bij het veld. Floris Boltin pakt zo 2, 3, 4 lengte voorsprong. Touch of Wind B komt door het vierde spoor inmiddels. Maar die koploper is ver weg. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Als Minder maar niet van zijn kar afvalt, dan heeft hij hier een 180. Ze zijn in de laatste meter. Floris Boltin, daar komt Touch of Wind B heel hard aan. Maar Ebbingen weet al, het is te laat. Oh, oh, het is te laat. Floris Boltin, Touch of Wind B, plaats 3 voor First Stream. En vierde is Forrest Beemt. Ik denk dat de winnaar wel kan rogeren. Ik zou zeggen, laat Dennis niet al te lang staan. En Bas Schewas ook niet. Want het zijn geen buitenmensen, ze zitten liever binnen. We nemen het gokje. Ja, Dennis moet daar hard om lachen. Dennis, ongelooflijk. Het is andere koek dan Alkmaar. Maar het gaat nog gemakkelijker. Het lijkt nog gemakkelijker te gaan. Ja, ik had de koers mee. En die favorieten die moeten zoveel werk doen de laatste 500 meter. Dus ik denk, ik moet hem een beetje wegrijden. Nou, dat is denk ik ook mijn geluk. Je zegt, het is een kind nog. Ja, hij is psychisch is hij nog niet volwassen, maar het wordt wel steeds beter. De laatste keer op Alkmaar was hij heel goed en nu gedroeg hij zich eigenlijk nog weer beter achter de autoweg. Gezond blijven en er zijn grote mogelijkheden voor dit paard? Ja, ik heb altijd gezegd dat het een hele goede wordt, dus ik hoop dat ik nog steeds gelijk heb. Nou, dit was aardig, je bent aardig op weg. Dennis Minema, dames en heren, hij slaat toe met Floris Boltin, een verrassing 30-1 in Frankrijk. Elke koers telt op Victoria Park, dames en heren. Geef hem een groot applaus. De baby, Floris Boltin. Maar wat een goed paard. Start is gevallen. Midden van de baan, Floris Boltin die de leiding gaat nemen. Die is altijd goed voor een verrassing, ook als hij aan de leiding ligt. Daarachter op plaats 2, Velten, Swan Lake aan de buitenzijde gaat naar voren, Eagle Meersel. Ze gaan een paar de eerste bocht in, derde, vierde spoor zelfs voor Sander LB. Rotergatter kijkt om zich heen en denkt, dit is de toeristische route, daar moet ik eigenlijk niet zijn. En er gaat nu een spoortje naar binnen, spoor 3. Ze gaan de paarden de rechte lijn overzijde in, leiding in handen van Floris Boltin. Daarachter is afgeketst en gaat nu terug naar achteren, Eagle Meersel. Aan de relingzijde komt naar voren Velten Swan Lake. Daarachter volgt aan de relingzijde dan het nummer 1 in deze koers, Eileen Newport. En zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde door. Eén deelnemer heeft nog wel zin om naar voren te gaan. En dat is natuurlijk Sander LB. Die lag 3 dik, daar wil je niet liggen. En nu ligt hij naast de leider en de leider blijft Floris Boltin. Ze gaan de paarden de linkerbocht in. Floris Boltin leidt. Sander LB op plaats 2. Daarachter op plaats 3 aan de relingzijde Velten Swan Lake. John de Leeuw kun je wel op een boodschap sturen, die ligt er mooi in. Daarachter aan de relingzijde volgt dan Eileen Newport. Daarachter in het tweede spoor is het Eagle Meersval. En zo komen de paarden de rechte lijn voor de tribune. Daarachter volgt First Dream. Paarden in de rechte lijn voor de tribune. Straks nog één ronde te gaan. En het tempo is ietsje naar beneden gegaan. Het tempo is wat aangetrokken door de leider. En zo komen we in iets lager tempo voor de tribune langs met Floris Boltin vooraan. Floris Boltin, daarachter op plek 2, Sander LB. Tempo is er nu helemaal uit. Derde plek aan de relingzijde voor Velten Swan Lake. Daarachter op de vierde plaats is het Eagle Meersal. Vijfde aan de buitenkant, Forrest Beemt. Zesde aan de relingzijde. Volgt Dancing Star Philly. Eileen Newport ligt daar nog voor. Daarachter volgt First Dream. Daarachter is het in het tweede spoor dan Rick Ebbingen. Touch of Wind B hadden we helemaal nog niet genoemd. Ligt voorlaatste op dit moment. En de laatste plaats is op dit moment voor het nummer 12. En zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde in de 12. Is Tourando OK. Die volgt de favorieten. Die favoriet gaat nu in de aanval. Touch of Wind B gaat naar het derde spoor. En zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde door. Die moet nog een hele hoop goed gaan maken. Touch of Wind B.
Daar is hij inmiddels aan begonnen en voor hem uit gaan ook nog paarden naar voren. En zo gaan ze op weg naar de laatste bocht. Leider nog altijd dezelfde, dat is Floris Boltin. Zou Floris Boltin hier voor een stunt gaan zorgen? Het heeft er alle schijn van, want hij pakt het bit even lekker op. En zo zijn ze halverwege de Tjarda-bocht. En Floris Boltin begint weg te lopen bij het veld. Floris Boltin pakt zo 2, 3, 4 lengte voorsprong. Touch of Wind B komt door het vierde spoor inmiddels. Maar die koploper is ver weg. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Als Minima niet van zijn kar afvalt, dan heeft hij hier een 180. Ze zijn in de laatste meters. Floris Boltin, daar komt Touch of Wind B heel hard aan. Maar Ebbingen weet al, het is te laat. Oh, oh, het is te laat. Floris Boltin, Touch of Wind B. Plaats 3 voor First Stream. En vierde is Forest Paint.